Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Vandaag heb ik een shoplog en niet zomaar een shoplog. Het is een shoplog van de Primark. Ja, ik heb echt een hele volle tas. Ik ga je hem even laten zien. Dit is de tas. En het zit er allemaal een beetje krom in. Dus vandaar dat hij een beetje uitdeinst. Maar ja, ik was eindelijk weer naar Primark geweest. Ik woon er niet echt super dichtbij. Dus ik moet altijd even in de auto erover zitten. Maar het leek mij wel een goed idee om met de Pinkster weer een keer naar de Primark te gaan. Want ik had ontdekt dat de twee Pinksteren gewoon open waren. En ik dacht, ja, daar wil ik zo graag wel weer een keertje heen. En ik was echt op zoek naar wat zomerdingetjes. En ik dacht, nou, het uitgesproken moment om naar de Primark te gaan. Het was natuurlijk super druk. Maar ja, eigenlijk is het altijd wel druk bij de Primark. Maar ik ben weer leuk geslaagd met wat kleding. En dat ga ik jullie laten zien. Ik zal de kleding ook even aantrekken. Die zul je dan ook in de video terugzien. Dan kun je gelijk even zien hoe het staat. Nou, als je benieuwd bent naar mijn aankoopjes, kijk dan even gezellig mee. Oké, ik heb even de tas naast me neergezet. En ik ga gewoon even beginnen. Als eerste heb ik een oogschaduwpaletje. Die kwam ik bij de make-up tegen. En ik heb eigenlijk nog nooit oogschaduw geprobeerd. Überhaupt nog nooit make-up geprobeerd van de Primark. Maar deze vond ik wel heel erg leuk. Deze was 3 euro. En ik ga hem even openmaken en dan heb je gewoon wat van deze kleurtjes. Zijn gewoon een beetje ook weer de nude tinten waar ik van hou. Maar het leek mij wel erg leuk en deze wil ik ook graag gaan reviewen voor mijn blog. Dus ik ben benieuwd of het wat is. Dus die is als eerste. Dan kwam ik deze echt super leuke trui tegen. Ik vond hem echt geweldig. Echt, emotions die zijn daar echt weer heel erg in. En ik vond hem gewoon echt super leuk. Hij was 12 euro. En eigenlijk, ik vond hem tegen en hij belandde ook gewoon in mijn mandje. Ik vond hem zo gaaf. Ik vind het altijd wel leuk met printjes of teksten. En deze die was toevallig niet zo heel erg druk, want ze hadden best wel veel met emotions. En ze hadden ook bijvoorbeeld t-shirts die waren dan super druk. Nou, dat past persoonlijk dan weer niet bij mij. Maar ja, ik vond dit gewoon super leuk. Dan zag ik deze blousjes. En deze zijn 7 euro. En deze hebben gewoon korte mouwen. En ja, ik vond dit gewoon heel erg leuk. Want ik heb wel blousjes, maar alleen met lange mouwen. En met korte mouwen had ik nog niet. En dit vond ik ook wel gewoon heel erg netjes. Omdat je het, ja, leuk omdat je het ook gewoon kunt combineren met, ja, gewoon wat nettere kleding. En dat vind ik op zich wel fijn. En ja, het is ook een heel fijn stofje. Dus deze. Die heb ik dan ook nog in het wit meegenomen. Want ik koop heel vaak van dit soort kleding in twee kleuren. En het is dan vaak zwart en wit. Dus deze hoort daar ook dan nog bij. Dan kocht ik deze hemdjes. En deze vond ik heel erg leuk vanwege die achterkant. Want ja, dit heeft gewoon wat speciaals. Ik vind gewoon meestal die basic hemdjes vind ik een beetje saai. Maar dit vind ik dan wel weer heel erg leuk. Omdat de achterkant wat specialer is. Deze kostte 5 euro. En ook deze nam ik dan ook nog in het wit. En die heeft dan dezelfde achterkant. Misschien wat beter te zien. Ik vind het echt super leuk. Toen kwam ik bij de afdeling met joggingsbroeken of gewoon, ja, gewoon lekker de loungebroeken. En ze hadden echt super veel keus. Wat me ook heel erg opviel is dat ze gewoon heel erg veel inderdaad met de Emma Cousins bezig zijn. Maar ook met de Minions, omdat die film natuurlijk binnenkort weer gaat draaien. Maar toen viel mijn oog op deze broek. En dan denk je in eerste instantie misschien, hij is heel basic. Hij is gewoon lekker. Maar kijk, het is Olaf van Frozen. En ik vind Olaf zo leuk. Olaf is echt schattig. En ik vind Olaf gewoon leuk. Ik vond deze broek echt super leuk. Ik heb hier staan ook nog bijtjes op. En ze waren 12 euro. En ja, ik vond hem gewoon zo schattig.
ik bedoel, Olaf die, ja, die op een broek staat. Hoe leuk is dat? Ik kwam hier ook eigenlijk voor, want deze had ik. Ik had gezien op internet dat, dat ze de broeken hadden. En toen ik deze van Frozen zag, toen dacht ik, wauw, die wil ik heel graag hebben. En gelukkig heb ik ze gevonden, want doordat het druk was, was ik bang dat ik echt heel weinig kon gaan vinden en zo. Maar het viel reuze mee. Uiteindelijk gewoon even heel goed gezocht en toen kwam ik hem alsnog tegen. Dus ik was er helemaal blij mee. Dan zocht ik sokken en toen zag ik deze. En dit zijn ook sokken met emo cushions. Even kijken hoor, ze kosten 3 euro. En ik vond het heel erg leuk wat je hebt hier met van die aapjes. Zo super schattig. Dan heb ik hier nog een paar met zo'n smiley met een tong. Dan heb ik hier nog een paar met allemaal smileys, om verschillende. Ik zie eentje met een zonnebril, een huilende, ook weer zo'n tongsmiley. Gewoon echt super leuk. Dan heb ik ook nog een paar met poesjes erop. Ik ben helemaal gek van katten. Deze vond ik zo schattig. En sokken bij de Primark, die zijn eigenlijk super goedkoop. En ze zijn ook nog eens super leuk. Deze was 2,50 euro. En ja, ik vind ze echt super schattig. Hij heeft een het poesje heeft een kroontje. En ja, gewoon super leuk en heel fijn om weer sokken erbij te hebben. Het laatste wat ik kocht was deze tablet sleeve. Het was 5 euro en ik vond hem zo lief vanwege de kat. Ik denk niet dat mijn tablet erin past, want deze is wel geschikt voor kleine tablets. Maar ik ga mijn e-reader erin stoppen. Want ja, die wil ik ook graag gewoon goed kunnen vervoeren. En die past hier gewoon makkelijk in met de snoer erbij. Dus dat vind ik ideaal. Hij heeft ook een dubbele rits en hij heeft gewoon een hele mooie basic zwarte binnenkant. En het stofje is gewoon super fijn. Dus ik ben hier super blij mee. Dan was dit mijn shoplog van de Primark. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden om te zien. Ik vond het zelf in ieder geval hartstikke leuk om hier een shoplog weer over te maken. Ik ben super blij met mijn aankoopjes. Ja, ik zou zeggen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En als je nou op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, abonneer je dan even op mijn kanaal van YouTube. En het is geheel gratis, dus dan zie je mijn nieuwste video's als eerste wanneer ze online komen. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie je heel snel weer. Doeg!